Wat ik erop ga schrijven is dat Breda een stad is waarin je jezelf kan zijn, maar vooral ook een stad is waar de liefde gevoeld mag worden en gevierd mag worden. Breda nu. 11 oktober vindt de Coming Out Day plaats. Tijdens deze dag wordt de aandacht besteed aan het uit de kast komen van de LGBTQ community. Verschillende organisaties sloegen de handen ineen om deze dag in Breda te organiseren. Iedereen die de stad binnenkwam werd verwelkomd met regenboogpilaren. En in Valkenberg Park stonden zelfs nog kasten met informatie over de verschillende seksualiteiten. Ja, Coming Out Day, de naam zegt het eigenlijk al, want het is eigenlijk een dag waarop je dus eventueel uit de kast kan komen. Maar het is eigenlijk vooral een dag waarop we aandacht vragen voor dat uit de kast komen nog steeds soms een uitdaging kan zijn. En dat daar ook tijd en ruimte voor moet worden gevraagd in onze samenleving. We hebben vandaag een gezamenlijke actie met het regenboogbeleid opgezet. En we willen de Bredanaar, de burgers van de stad welkom heten in hopelijk een stad waar we elkaar kunnen omarmen. En daarom hebben we verschillende kasten met informatie in het Valkenbergpark staan. En die kasten zijn 6 in de kleuren van de regenboog. En die staan allemaal voor een bepaalde seksualiteit of gender. En daar staat informatie in die kasten. In Breda is iedereen welkom. Maar vinden we het ook heel erg belangrijk dat iedereen vooral zichzelf kan zijn. Dat je bent wie je bent, dat je verliefd mag zijn op wie jij dat wil. En dat je daar een goed gevoel bij hebt. En dat is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. En daarom is het belangrijk om op een dag als vandaag ook vooral het gesprek aan te gaan met mensen die hier gewoon in het park lopen over, nou ja, waarom is het moeilijk om jezelf te kunnen zijn. En we gunnen iedereen zo dat hij dat kan zijn. En daarnaast hebben we ook op alle openingen van de stad staan ballonnenpilaren. En daarbij staan vrijwilligers die wat vertellen over uit de kast komen. En die vraag stellen bij de Bredanaar, waar kom jij vandaag voor uit de kast? Wat moet jou van het hart? En wat wil je graag delen met iemand? En dat kunnen ze doen door een kaartje te sturen die wij opsturen. En die kunnen ze schrijven. En ze krijgen een button. Ik ga ze dadelijk dit kaartje beschrijven. En dat sturen we aan iemand anders en daarmee hopen we het als een olievlekje te verspreiden. Wat ik erop ga schrijven is dat Breda een stad is waarin je jezelf kan zijn, maar vooral ook een stad is waar de liefde gevoeld mag worden en gevierd mag worden. En Breda brengt het samen, zeggen we altijd. Nou, ik vind het vooral belangrijk dat Breda iedereen samenbrengt en iedereen in alle opzichten. Dus zoiets zal ik wel opschrijven. Wat Bo dus ook vandaag heeft gedaan, is ook alle horecazaken gevraagd om mee te doen met de Coming Out Day door middel van deze button te dragen. Om zo ook aandacht te vragen en ook solidair te staan aan de mensen die eventueel uit de kast moeten komen.